De meeste medereizigers van de rondreis Cappadocië zijn midden in de nacht vertrokken uit ons hotel in Antalya en ook wij nemen hier afscheid. Wij hebben echter nog een volle vakantieweek te gaan in de plaats Finica, waar we op basis van All Inclusive in Hotel Presa di Finica zullen verblijven. In het hotel blijkt alles aanwezig te zijn voor een ontspannen week. Met een mooi uitzicht op zee en de besneeuwde toppen van het achterliggende Taurusgebergte lijkt het ons hier geen verkeerde plek voor een week. Het zwemcomplex met de overdekte bar ziet er ook bijzonder smaakvol uit. Maar het water is in deze periode nog wel erg koud. Dat heeft nog even tijd nodig. Onze kamer is uitermate ruim en we mogen ons in deze periode gelukkig prijzen. We hebben namelijk de zon, zicht op zee, het zwembad en de naastgelegen sinaasappelplantage. Met de camera's binnen handbereik verkennen we de naaste omgeving van het hotel. De tunnel die onder de langslopende weg is aangelegd, is de toegang tot het strand. Er wordt in dit deel van het complex hard gewerkt om tuinen, bar en strand klaar te maken voor het hoogseizoen. De afstand tot de plaats Finica bedraagt ongeveer 4 kilometer. En de eerste strandwandeling gaat natuurlijk in die richting. Finica bestaat al van ver voor onze jaartelling. Er werd in die periode veel handel gedreven door de Feniciërs. Handel in citrusvruchten is voor de gehele streek nog steeds belangrijk. Finica heeft ook een bijzonder aardige jachthaven. Oorspronkelijk werd de haven gebruikt voor de export van producten uit de omgeving. Met Mieke en André, medegasten uit het hotel, slenteren we op ons gemak langs de vele boten en zeiljachten die in het water en op de walkant liggen. Ook hier is men druk bezig met de voorbereidingen van het hoogseizoen. De vele toeristenboten worden ook hier klaargestoomd voor een lang, warm en druk seizoen.